Maar het goede nieuws is dat we zijn aangekomen in Londen. Yay. Jezus, wat een ongein. Echt, wat hebben dit wij gedaan? Dit ga je echt niet menen gewoon. Vind je het leuk? Ja, maar ik moet er even inkomen. Rotterdam! Ja, dat zeg ik net! Zo, wat heb ik lekker zeg. Oh, wow, dit ziet er helemaal top uit dit. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En het is momenteel 4:05 en wij staan op het punt om weg te gaan richting Schiphol. Want wij gaan vandaag naar Londen. Potje aan het doen, jongens, ik ben zo slecht in vroeg opstaan. Het is echt niet grappig gewoon. Ik ben lekker goed ingepakt. Ik heb een muts op, dikke trui en een hele dikke jas. Want in Londen is het echt ziek koud. Volgens mij echt -4. Er ligt ook sneeuw en zo. Dus dit is wel handig. Ben jij er klaar voor? Ik ben nog een beetje moe. We gaan naar Londen. Ja, ik kan echt niet tegen vroeg opstaan. Ik wil slapen. Ik ga slapen in het vliegtuig, denk ik. Ja, ik ga ook in het vliegtuig slapen. We vliegen dus om 7:00, maar er is 1 uur tijdsverschil in Londen. Dus we komen ook om 7:00 ochtends daar aan. Ja, dus eigenlijk vlieg gewoon naar de tijd toe. Maar doe maar niet een beetje hard. We gaan naar beneden. En daar staat onze taxi. Daar zijn we. Oh, jongens, het is glad vandaag. Jongens, dit is echt, het voelt heel gek aan. Want vandaag is dus de eerste dagvlog. Ja, niet zeg maar van de hele maand dat ik ga vloggen. Maar wel van in Londen ga ik gewoon elke dag vloggen. Dus ik ben nu ook lekker veel aan het filmen. Ik vind het wel leuk eigenlijk, dagvloggen. Wachttijd 0 tot 5 minuten. Hé, dat is wel even wat anders dan van de zomer. Hoentjes erbij. En dat iemand weer naar uitvoert. Ja, ik word altijd uitgepikt met allemaal camera's. Heb je droomsap mee? Met wat? Droomsap? Nee. Oh. Vorige keer had ik droomsap mee. Vorige keer was het echt 1 uur en 1/2 uur, dus 1.5 uur wachten. Dat klinkt als de knuffeltjes. Ja. Maar nu maar 5 minuten. Wel leuk dat jij nou net zei van, er wordt sowieso iemand gecontroleerd. Ja, ik dacht jij zou wel weer zijn. Ze had gewoon een zakmes in haar tas. Ja, ook echt helemaal verstopt. Papa, ja, als je dit kijkt. Hij zat zeg maar in het binnenvakje in de koffer. Een zakmes. Maar hij mocht wel gewoon mee. Ja. Maar ze wilde wel even weten. Ze wilde wel even weten wat het was. Maar goed, we zijn er doorheen. Drugstore. Jij mag geen drugs, El. Je bent al veel te druk. Leuk, hè? Nou goed, jongens. We zijn overal doorheen. En het leuke dus nu is, natuurlijk na de Brexit moet je gewoon je paspoort laten zien. Dus we hadden gewoon paspoortcontrole. En zelfs nu zijn we er alsnog doorheen gekomen. Moet je nagaan. Oh, jongens. Het lekkerste wat je kan doen in de ochtend is een lekkere cappuccino klappen. Holy shit, dit is irritant. Kijk, kijk wat er gebeurt. Wacht, kijk even toe. Dan gaat zo iemand kloppen. Ik heb het gezien. Ik zag een hand. Echt fucking irritant. Ja, echt irritant dat het nu de hele tijd hoort. Nu hoor je de hele tijd het geklop. Hoor je? Ik zou een grapje maken. Wat dan? Wat wil je even een grapje maken? Ja, ik ben thuis. Wil je die ook maken? Nee. Je ziet toch altijd op het vliegveld dit soort massagestoelen staan? Ik zeg dat tegen El, ik heb dit nog nooit gedaan. Maar het lijkt me dus wel chill. Hey, doe eens even rustig jij. Waarom moet je dan? Ja, weet niet, je moet denk ik daar pinnen. En dan ga je gewoon lekker zitten. Ik ben echt benieuwd, jongens. Insert money to start your massage. Thank you. Insert money, bitch. Oh, hij gaat naar achter, El. Oh, wow. Ik kan hem kijken nog. Het is niet. Auw! Hij krijgt hem van mijn benen verrot. Is dit je 2 euro waard? Is het lekker? Nou, het is net of jij het doet. Nee, dat is... Oké, ik ga naar de gate. Later. We gaan het toch maar proberen. Oh. Ja. Het is een soort van massage, ja. Oh, dat is best wel flex eigenlijk dit. Ja, dat is wel chill. Na die massage zijn we er helemaal klaar voor om het vliegtuig in te gaan richting Londen. En gelukkig is het maar een uurtje. Dus ja. Let's go! Daar zitten we. We hebben geluk, jongens. Er zit niemand naast ons. Heel stom. Ik wilde dus gaan dagelijks vloggen, maar dat betekent dus ook dat ik dagelijks moet editen en dat ik dagelijks mijn computer nodig heb.
En wat denk je? Ik ben je lader vergeten. Ja, ik ben mijn MacBook oplader vergeten. Maar goed, kom goed. Moet ik het eindje halen. Daar zijn we! Zo, we liepen ze even net via buiten, maar het is echt koud buiten. Ja. We zagen vanuit het vliegtuig zag je dus ook overal sneeuw liggen, jongens. Het is wel extra leuk zo, met al die lampjes en kerst en de sneeuw. Ja, sneeuw! We gaan dus nu met de trein richting Londen Victoria. Geen idee waar het is of wat het is. En dan moeten we daar een metro pakken, toch? Ja. Oh. We staan nu te wachten op de trein, jongens, maar het is 5 graden. Sorry, ik bedoel min 5. Dankjewel. Gelukkig heb ik een muts op en heb ik ook handschoenen mee. Het is echt, echt heel koud. Het zijn een beetje gekke handschoenen, maar ze werken wel. Maar we wilden eigenlijk de trein in, maar het is echt fucking druk, dus we passen er niet meer in. Dus dan moeten we de volgende gaan. Nou jongens, na ongeveer een uur in die fucking trein te hebben gezeten, zijn we eindelijk aangekomen bij London Victoria. En dan moeten we hier nog ergens een metro pakken. Maar de trein duurde langer dan gedacht. En ik heb mijn kaartje laten vallen. Ja, en Ella heeft haar kaartje laten vallen en je moet daar waarschijnlijk weer uitchecken om er doorheen te kunnen. We gaan het zien. Jongens, ik moet zeggen, ik heb het meestal niet koud. En ik ben ook niet degene die altijd zeurt om de kou. Maar het is echt niet normaal koud hier. Maar het goede nieuws is dat we zijn aangekomen in Londen. Yay! Hè? Eindelijk! Ja, potjandori. We zijn eventjes lekker een koffietje halen en een broodje. Want de laatste keer dat we hebben gegeten was het 4 uur, 4:30, zoiets. En het is nu bijna 10 uur. Dus ja, we waren al een beetje trek. Ik weet het niet meer met van jou. Volgens mij deze. Als het goed is, staat de cappuccino op. Wat heb jij? WC. WC, white chocolate. Oh, lekker jongens, ik heb hier echt zin in. Een lekker koffietje, broodje erbij, je hebt een koekje erbij. Zo koud jongens, niet normaal. Kijk, leuk jongens, echt zo'n typische Engelse taxi. Och, en die bussen. Nu heb ik echt het gevoel alsof ik in Engeland ben. Echt in Londen. Ja, toch wel? Ja, nu wel. Net in de trein dacht ik echt van, weet je, zo gek is. Je bent ook maar een uurtje aan het vliegen, dus je hebt ook niet het gevoel dat je überhaupt naar een ander land bent ofzo. Het was echt zo kort. Ik deed voor mijn gevoel mijn ogen dicht en ik... Wat? Er is een vodka bar. Een vodka bar? Nee, maar ik deed heel even mijn ogen dicht en voor het gevoel heb ik volgens mij even 10 minuten in het vliegtuig gezeten. Maar goed, we zijn er en we zijn nu even aan het wachten op een Uber, want we zouden eigenlijk met een metro gaan, maar een Uber was 7 pond. Dus dat is omgerekend, ja, het is het 8,20 euro of zo, zoiets. En dan gaan we naar het hotel, gaan we kijken hoe de kamer eruit ziet. En dan gaan we daarna gaan we naar een winterwonderparadijs in Hyde Park. En Ella heeft daar dingen van geregeld. Oh, hier, daar staat het. Winterwonderland. Ik kan het allemaal niet weten. Jawel, ik weet het ongeveer. We gaan schaatsen. En we kunnen van een band van een heuvel afglijden. Nee, dat gaan we dus niet doen. Oh, dat gaan we niet doen. Maar er zijn genoeg leuke andere dingen te doen. Maar lekker kijken. Ja, blijf maar even lekker kijken. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. Want ik merk de laatste tijd dat de abonnees echt heel hard gaan. En veel mensen reageren weer leuk. Veel mensen laten gewoon... die laten merken dat ze het leuk vinden, jongens. Dus daar word ik ook heel erg gelukkig van. Dus abonneren! Show me love. Show me love. Jongens, moet je eens kijken hoe leuk dit soort straatjes zijn. Echt van die Engelse straatjes. Maar we zitten echt heel chill. We zitten in de buurt van Hyde Park. En wat is dit? Chelsea? Ja, ik wil het zeggen. De Chelsea-wijk, toch? Ja. Maar dat Hyde Park is boven ons. En aan die kant van ons zit Harrods en zo. Oh. En Harrods is een heel groot winkelcentrum. Aan die kant zit de Tower Bridge. Okay. En kijk eens jongens, dit is ons hotel. We zijn nu in het hotel, alleen de kamer is nog niet klaar. En ik ben eventjes Ella's telefoon aan het opladen, want... wat ik was even vergeten, hier in Engeland natuurlijk een hele andere ingang, een heel ander stopcontact heb. Dus we kunnen het nog niet opladen, we moeten even van die omvormers kopen. Dat je van die, ja, van die opzetstukken. En dan moet het wel lukken, maar... die hebben we nog niet, dus vandaar dat ik even via de MacBook even moet opladen nog. En we moeten nog wachten op de kamer, maar we hebben wel gewoon de koffers hier achter neergezet. En dan gaan we waarschijnlijk gewoon alvast naar het park en dan zien we daarna wel. Is het gelukt, mevrouw? Zo. Wat zeg jij? Zeg jij deze broek of deze? Deze die je nu aan hebt. Die vind ik fantastisch mooi. Okay. Zo, nou ik hoef me niet om te kleden, want ik ben tevreden met mijn outfit. Laten we maar naar het park gaan. Wat? Deze. Die. Ja, maar is het wel handig als we gaan schaatsen? Ja, dan die. Maar deze kan ik wel omhangen. Dan die.
deze is kleiner. Dan die. zeg maar wat. Huh? Deze of deze? Die. Wat is die? Die zwarte. Of die. Nee, doe maar die. Deze? ja. Oh, oh, oh. Nou, laten we naar het park gaan. Deze of de Burberry sjaal. Jezus, El. Geen sjaal. Doe maar die. Doe maar deze witte. Ja, die is leuk. Zo. En nu geen vragen meer. Jongens, kijk even wat Ella nu laat zien. Gisteren is er dus in het Hyde Park, waar wij dus nu heen willen, is er dus zo'n attractie, zo'n slingshot, is dus kapot gegaan. Oh, oh, oh. Daar gaan we dus niet in. Maar we gaan wel een andere kermisattractie, hè? Hoe dan? Ja, dat is Spinhouse, maar ik kan niet zo heel goed gaan. Nee, oké. Okay. Toevallig weer. Dan gaan wij weer een keer naar Hyde Park en dan is er zeg maar gelijk een attractie die gewoon kapot is. ja. Maar goed, het komt goed, jongens. Ik heb een Uber geboekt. Die is er over enkele secondes. En dan gaan we naar Hyde Park. Wij zijn aangekomen in Hyde Park. Is het Hyde of hoe zeg je dat? Ik weet het ook niet. Hyde Park. Nu lijkt Hyde and Seek. Alsof ik me ga verstoppen. Verstoppark. Hyde Park. Zonnebril. Ik heb geen zonnebril meegenomen. Maar kijk eens hoe leuk dit is, jongens. Er ligt hier gewoon sneeuw in het park. Het maakt het toch wel echt veel leuker. Helemaal meer. Helemaal het kerstgevoel, ja. Hè, wat jij wilt. Potjandori. Nou goed, we lopen nu die kant op. Wat? Wat zeg je nou? Ik zeg... Wat ik wil. Jij vindt het toch ook leuk? Ja, weet ik. Maar jij bent toch helemaal, jij bent toch het kerstvrouwtje hier? Ja. Maar goed, we lopen nu eventjes die kant op daar. En als het goed is, zijn daar dus is er een kermis en een heel winterwonderland. En we gaan schaatsen. Alleen hopen we dat er schaatsen bij zit. Dan... Echt... Zie je dat? Wat? Kijk. Wat zie je? Een grote attractie. Oh ja, dat is de booster. Het is een beetje koud, maar het lekkere wel, jongens, is dat er gewoon lekker een zonnetje is. Een vol zonnetje. En dan weten jullie, dan ben ik... Blij. Ja, dat klopt. I would like to say that well, for my, it's a so wonderful park, like the park. Like the water. Zo, kijk hoeveel duiven. Zo. Allemaal duiven, joh. I'm a pigeon. Oh, I thought maybe pigeon, mate. What a mate, you thought for ninja water. Look. That's the pot. Kan ik het goed? Vind je mijn Engels? Hoe is mijn Engels? Leuk, hè? Zo, wat een duiven inderdaad. Holy shit. Nou, daar ga ik dus niet tussen staan. Jezus, wat een ongein. Echt, wat hebben dit wij ga je, dit ga je echt niet menen gewoon. Ik zeg dan voor de grap tegen El, ik denk... Nee, jij zei, oh, ik mag mijn camera niet meer. Ja, maar het is gewoon in het park. Maar het is een soort van wel dat je zeg maar tickets moest kopen als event. Maar je mag dus geen professionele camera meenemen. Maar dat vind ik zo stom, want zeg maar... Als ik zeg maar deze camera meeneem om te filmen, dan mag het niet. Maar als ik met mijn telefoon ga vloggen, dan mag het wel. Maar ik mag hem dus ook niet mee naar binnen nemen. En ik mag hem ook niet in de tas doen. Wat een losers. Zo stom. Nou, ik hoop wel dat we het schaatsen nog gaan halen. Oké, jongens. We hebben het nog eventjes nagevraagd, maar we mogen dus geen camera meenemen. Dus we gaan nu eerst terug naar het hotel. Dan ga ik mijn camera wegleggen. Ook mijn GoPro, want je mag geen professionele dingen meenemen. Dat vonden zij dus ook professioneel. En dan film ik wel gewoon op mijn telefoon. Maar eerst weer terug naar het hotel. Nou ja, dus de volgende beelden zijn op mijn telefoon. Oké, jongens, goed nieuws. We mochten naar binnen. En ik mocht dus niet mijn camera meenemen. Maar ik zei net ook al, eigenlijk is het best wel raar. Want zeg maar, dit mag dan wel. Terwijl... Maar er liep net wel een gast met echt zoom. Ja, en er liep net een gast die had een 200 mm lens erop. Maar goed, we zijn binnen. En we gaan hier kijken bij het... Schaatsen. Dit is natuurlijk wel een ding wat je moet hebben gedaan als je in Londen bent. Toch? Ja, sorry. Mijn is het niet goed. Wat dan? Ja, die van mij is het ook helemaal waardeloos. Ja, ik heb dus een 7 omdat ik dacht, oh, voor zeker iets groter. Maar ze zijn wel te groot. Uh-oh. Daar gaan we. Potje aan door. Gaan langs. Ja, ze kunnen er echt geen kut van. Nee. Hier. Dit ziet er wel fantastisch uit. Ik hoop dat ik het beter kan. Is het uitgaan zo? El, daar ga je. Hoppa, kijk, hotsakee. El, je doet dit fantastisch. Ik kan er niet meer. Ik kon echt goed schaatsen, hè. Ik heb veel fantasie. Dit gaat perfect, jongens. Ik dacht dat ik het verleerd was, El. Zo, ik kan het ook nog. Nou, ik ben het wel. En dat in het hartje van Hyde Park, jongens. Kijk. Kijk, eigenlijk, ze zeiden je mag ook niet filmen met je telefoon en zo, maar joh. Ik vind het allemaal zo'n bullshit, joh. Iedereen staat hier aan het filmen met zijn telefoon. Kijk, we kunnen hier gewoon even rondjes maken. Vind je het leuk? Ja, maar ik moet er even inkomen. Maar ze hebben hier dus in het park, in het Hyde Park, hebben ze een heel winterwonderland gemaakt. En kijk, als je ook kijkt, staan er overal hier aan de zijkant allemaal kraampjes.
En daarachter heb je nog een kermis ook. El, ik ga harder. Ik ben er alweer klaar mee. Ben je er alweer klaar mee? Nou, eventjes. Ja, nou ja, leuk. Ik zei al, net zei ik ook al, dit is echt iets dat als je in Londen bent, moet je gewoon hebben geschaat. Dit is gewoon een must-do. Dat was hem weer. Boah, ik heb pijn aan mijn poot heen, niet normaal. Ja, het was wel even leuk. Zo jongens, ik heb een lekker biertje. Ella een lekker wit wijntje en we zijn over de kerstmarkt aan het lopen. En we gaan straks ook nog daar achter in dat soort van funhouse. Maar ja, een soort van hele grote kerstmarkt eigenlijk. Kijk jongens, dit is dus de attractie die kapot was gegaan. Het is eigenlijk een soort van grote kermis, maar dan met winterthema. Wel gezellig. Het doet me allemaal denken jongens, een beetje aan après-ski. Ze hebben allemaal van dat soort, hier, open tentjes. Ze hebben allemaal van die soort van après-ski tenten neergezet. Maar après-ski is toch ook gewoon kerst? Ja, en je kan overal biertjes halen en braadworst. Woe! We zijn nu in een funhouse. Oh meneer! Ja, jij hebt iets fout gedaan! Jij moet stoppen! Hey. Kijk eens even, zo zie je heel het park wat er allemaal staat. Allemaal acht banen en Ella. Zo, dit is een klein glijmaatje. Ik ben een beetje claustrofobisch. Oh shit. Die landing is in de duizend? Heb jij dat niet? Nou, ik ging hier zo zitten. Dus ik ging... Zo. Dat is heel raar. Ik ga kotsen. Oh, die zijn aan het draaien. Die mannen blijven maar draaien. Oh, oh. Oh. Jezus. Kotsen dan? Ja, dat zeg ik net. Ik zeg dat ik moet net kotsen. Je hebt een tranenoog. What the fuck was dit? Holy shit. We zitten nu in een ijsbar. Alles is van ijs. Zelfs de glazen. Het is koud. Ik heb mijn camera weer terug. Wat een klein gezellig liftje. Helemaal gras erin joh. Ja, dat is niet normaal joh. Wat ziet toch. Goed jongens, ik heb ook even gelijk een oplader gehaald. En wat chill, want die vrouw bij Apple zei al gelijk tegen mij. Weet je, je kan hem binnen 14 dagen terugbrengen. Dus ik kan hem gewoon straks weer terugbrengen. Of ja, misschien dat ik hem hou, ik weet het ook niet. Maar goed, we gaan even naar de kamer. En ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Voor de mensen die in Londen komen. Ja, oh, dit is echt blok. Dit is echt irritant. We moeten dus elke keer nu, zeg maar, van die andere blokken hebben. Want je kan dus niet je... Ja, je European. Dat duurt het lang eigenlijk, deze lift. Misschien gaat het gewoon echt heel traag. Ik ben benieuwd naar de kamer. Oh, daar zijn we. Zo, wat zijn het lekker zeg. Oh, wow, dit ziet er helemaal top uit dit. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet verwacht. Nee, ik had het ook eigenlijk niet verwacht. Zeg maar, ja, we hadden, zeg maar, toen we die foto zagen in het hotel was alsnog chill, maar dit had ik niet verwacht. Die gangetjes leken heel klein en zo. Ja. Zo. Ik vind dat erg goed hoor, want ik vind het juist chill. Oh, dit is wel echt een lekker kamertje. Mooi badkamertje, lekker douchie. Hebben we een bad? Nee, we hebben geen bad. Nou, ja, jammer man. Of je moet hierin gaan zitten. Nou, we doen deze gewoon dicht en dan laten we die vol lopen. Ja, ik denk dat dat echt een fantastisch idee is. Dat denk ik ook, ja. Daarom zei ik het ook. Holy dit shit. Dit vind ik ook altijd echt chill. Over die dingetjes. Ja, want ik ben natuurlijk weer vergeten. Ik wilde zeggen dat ik gewoon nog steeds misselijk ben van die stomme attractie. Ik wilde zeg maar in alle leuke achtbaan of zo. Dus ik dacht van kom wel, we gaan erin. En jij zei kom, laten we in één achtbaan gaan. En vervolgens is dat de meest misselijkmakende ding. Ik ben niet fan van die achtbaan op een kermis. Nee, maar ik ben niet fan van die ronddraaiende tol. Die gast helemaal niet na het bericht. Oh ja, gisteren is de attractie kapot gevlogen. Nee, oké, het is niet ideaal. Hey, oh, jongens, ik heb zoveel zin om even lekker op bed te liggen. We hebben koekjes. Heerlijk. Oh my god. Oh.
Zo, jongens, ik ben net echt heel eventjes op bed gaan liggen. Toen ben ik gelijk in slaap gevallen. En we hadden net eventjes gekeken naar een restaurantje. Maar omdat we natuurlijk vanochtend echt om 3:30 of zo naar Schiphol gingen, zijn we gewoon heel erg moe. Dus we zijn gewoon lekker op de kamer gebleven. En je hebt hier dus een pizza service. Dus ik heb lekker een pizza besteld. Ella ook. Ik heb een heerlijk peronietje erbij. Een spaatje rood. Dus we blijven lekker op de kamer. We kunnen hier lekker Netflix kijken. Ik ga alvast eventjes editen. Want ja, morgen moet gewoon een video online. En dan gaan we gewoon lekker hier op de kamer chillen, jongens. Want we zijn gewoon echt een beetje te moe om zeg maar nu ergens in een restaurant te gaan zitten. Maar dit is ook helemaal prima. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij liggen alweer lekker in bed. En ik heb net even lekker geëdit. Maar het is tijd om te gaan slapen. Want morgen is er weer een dag. En wij zijn natuurlijk hartstikke kapot van vroeg opstaan, want we waren echt al om 3:30 of zo wel op. Dus, vond je nou een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe Londen vlog. Later!